allemaal hun werk. Ik was deze week op een boedelveiling. En daar vond ik deze. Voor degenen die niet katholiek zijn opgevoed. Dit is Jozef met het kindje Jezus. En in zijn andere hand heeft hij een lelie. De lelie, wat jullie misschien niet weten, is namelijk een bloem vol met betekenis en symboliek. Ik ga er even wat producten bij pakken, want ik maak tevens een boeket. Het boeket is genaamd het boeket wat niet gebonden wordt. En nu zie ik jullie denken, wat moet dat toch in vredesnaam worden? En dat gaat u zien. Lelies hebben heel veel eigenschappen. Sommige lelies, bollen kun je eten. Nou, dat is voor jullie niet helemaal interessant. Wat misschien wel even belangrijk is om te weten, is dat er ook één dodelijke soort tussen zit. En ik zie u kijken. Is dat echt zo? Ik ken een lelie dat als je daar 10 minuten onder zit, ben je morsdood. Weet iemand welke lelie dat is? Heel goed, de waterlelie. De lelie kent heel erg veel symboliek. Bij de oude Grieken werd de zuiverheid van de bruid gesymboliseerd met een leliekroon. En die leliekroon symboliseerde niet alleen haar zuiverheid, maar ook haar maagdelijkheid. De enige bloem die in een van de oud bewaarde kunstuitingen bewaard is gebleven. Lelie is de enige bloem die in de hiërogliefen bij de Egyptenaren in de piramides staat. En dat heeft natuurlijk te maken met het thema vergankelijkheid. Maar zoals jullie natuurlijk alle weten, is vergankelijkheid nou niet echt een thema van de Egyptenaren. Bij de Egyptenaren was dat wederopstanding. Egyptenaren waren aanbidders van de zonnecultus en dood kwam in hun woordenboek niet voor. En die wederopstanding, die vinden we dan terug bij de symboliek die gebruikt wordt als we kijken naar Maria. En de zuiverheid van Maria en de maagdelijkheid. Maar blijkbaar ook, en hier zien we hem, ons kindje Jezus met de lelie, de wederopstanding. Lelie symboliseert ook de liefde. En helemaal niet de liefde zoals de meeste mannen die kennen, de lichamelijke liefde. Maar het is de geestelijke liefde, de hoofse liefde, die de lelie symboliseert. Wat betreft nu de moraal van dit verhaal. De lelie is een prachtige bloem met prachtige verhalen die het verdienen om verteld te worden. Wat betreft het boeket. Het blijkt wel dat mannen maar één ding tegelijk kunnen. Hè? Het is wel leuk dat er bijna alleen maar vrouwen zitten. Praten en breien is voor mij niet weggelegd. En ik weet niet of iemand zich nog de titel van het boeket herinnert. Het ongebonden boeket. Mijn naam was John Koopman. Ik hoop dat u alle het verhaal van Lelie doorvertelt. En ik wens u nog een hele fijne avond.